Hoi, welkom bij mij aan de eettafel. Er is gevraagd om, ik ben hier, om collectievideo's. Dat vind ik leuk om te doen en dat doe ik graag, maar het was nogal veel. Dus ik heb bedacht, we doen om de video's niet te lang te maken, ik ga hier ook niet een heel verhaal van maken, doen we iedere categorie een videootje op zich. Dus nu primers, foundations en concealers, dat kan wel samen, denk ik. Blushes, bronzers. Nou, zo. Dus we gaan iedere categorie zelf doen. Dit zijn de concealers. Ik ga ze er allemaal even uithalen. Even het mandje hier. Dit is geen concealer. Dit is geen primer, wou ik zeggen. Dit zijn de primers. Dit zijn niet, het zijn concealers. Dit zijn de primers. Ik ga even kijken of ik jullie nog iets. Ja, zo. Dan is het beter te zien. De bedoeling is niet dat ik ga declutteren. En misschien doe ik dat wel hoor, als ik dan tussendoor dingen heb van ik denk, nou, dat vind ik echt, dat is echt een raar spul, of dat werkt voor mij niet, of dat is super oud. Dan zal ik dat misschien wel doen. Maar dat is niet de bedoeling. En ik heb echt wel veel hoor. En ik heb ook wel wat dubbele dingen, zie ik nu. Ja, ik ben er nog niet. Ik heb wat tubetjes, ik heb wat minietjes. Ik heb wat favorieten, ik heb dingen die ik maar één keer gebruikt heb. Misschien ga ik wel wat dingen wegdoen, ik weet het nog niet zeker. Oké, dit is het. Dit zijn alle primers. Aan het eind gaan we gewoon tellen. We gaan gewoon beginnen met de potjes. Of de putties. Dit is van Revolution. Dit is de Blurring Balm Primer. Pore Blurring Compact. Dit is zo. Dit is gewoon een dikke, dikke balmachtige substantie. Het werkt wel, dus die ga ik houden. Die vind ik op zich wel prettig. Dan heb ik natuurlijk de e.l.f. Poreless Putty Primer. Ik moet even wennen aan deze manier van filmen. Die ik, zoals je ziet, door de deuk en misschien ook niet, echt veel gebruik. Dan heb ik een relatief nieuw product voor mij. Dit is de Revolution. Een primer staat er alleen maar. Maar wat ben je dan voor primer? Er staat alleen maar primer. Dit is ook een soort balm putty, maar. Dit is een zachtere substantie dan die andere balm. En deze is ook gewoon clear. Maar er staat helemaal niet op wat het dan doet. Ja, primer. Oké, nou ik weet inmiddels, hij is matterend en pore filling. Die hou ik ook. Dan heb ik de Super Base Vitamin Base Primer van Revolution. Ja, en hier staat ook alleen maar primer op. Dus dat zullen ze wel standaard doen. Met zo'n beschermingsdingetje. Heb ik ook gebruikt. Niet heel veel. Maar is wel een heel fijn soort moisturizing-achtig product. Dan heb ik de Catrice Grip and Last Putty Primer. Gaat
gezichtsprimer inclusief applicator. Dat is dan zo'n scoopje wat je erbij hebt. Ja, heb ik wel wat gebruikt. Ik vind hem niet zo fijn als de elf variant, maar op zich prima. Dan heb ik de Revolution Pore Perfecting Primer. Dit is gewoon de Revolution variant van die putty primers. Ja, nou, prima. Dan heb ik de Elf Sea Bright Putty Primer in een minietje. En die is wel al een heel stuk op. Die gebruik ik ook vaak. Dan heb ik de Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base. Een minietje. Deze van Revolution is een dupe van deze. Dan heb ik de Ille Mask. Ik heb een Ille Mask primer. Maar ik weet niet. Nou, zelden of niet gebruikt. De Beyond Veil Primer. Is al heel oud. Ik denk dat ik hem leeg maak en dat ik het potje ga hergebruiken. Dus ik bewaar hem, maar eigenlijk ook niet, zeg maar. Dus ik bewaar alleen het potje. Dan heb ik de Revolution Pro Blur Fine Line Filler. Ja, dat is ook een soort primer. Dat is een heel dik goedje. Heel stug ook. Heel hard. Het lijkt een beetje op een harde concealer. Maar dus om de fijne lijntjes te blurren. Maar ik gebruik het ook als primer. En als laatste heb ik de Glowish Blur Gem. Silicone Free Smoothing Primer. Dat is deze. Die heeft ook een beschermdingetje. Dit is een hele rare textuur. Maar ontzettend fijne primer. Heel blij mee. Dus die bewaar ik ook. Goed, de tubetjes. Laten we beginnen met de L'Oréal Prime Lab Advanced Derm. Ik zit in mijn BH ondertussen. Advanced Derm Primer 24 Hour Pore Minimizer met 1% AHA, LHA en BHA complex. Blurs, pores en resurfaces skin over time. Deze. Geweldig. Ik vind hem echt helemaal te gek. Deze zit nu in mijn Shop My Stash. Voorlopig. En ik ben hem aan het proberen. Maar deze is helemaal. Er staat op de achterkant nog. Flawless make-up for 24 hours. Visible flawless skin in 3 weken. Nou, dat weet ik niet. Instantly pores, lines and imperfections look erased. Dat is echt zo. Hier dan wordt je huid echt heel smooth. Heel fijn product. Dan heb ik een mini van de Elf Power Grip met 4% niacinamide. Ja, prima. Is niet mijn favoriet, maar prima. En ik heb nog van Elf, volgens mij had ik nog een minietje. Maar ik denk dat ik die niet bij me heb. Dat is die, hoe heet het? Ik zie hem niet tussen. Die sunscreen, maar misschien dat ik hem bewust er niet tussen heb gedaan. Oké, dan heb ik de Catrice Poreless Blur Primer Moi. Deze is ook al wel oud hoor. Primer with soft focus effect makes pores and lines invisible and prolongs makeup wear. Velvet smooth for a perfectly flawless finish and well-cared skin. Deze ga ik nog even bewaren. Dit vind ik toch een product waarvan ik denk, ja, ik hou van dit soort producten. Ja, die ga ik toch nog even bewaren. Ik heb 2 oogprimers, die heb ik er ook maar bij gedaan. Dat is de Revolution Lock Grip
En de Essence Prime Like a Boss Eyeshadow Base. Dat wissel ik af. En dat zijn de enige twee oogprimers die ik heb. Dus die laat ik een beetje... dan heb ik van Essence een aantal primers. Ik heb de Hydro Hero Primer. Ja, die doet bij mij niet heel veel, dus die ga ik wegdoen. Dit is niet een product wat ik zeg maar, waar ik naar grijp. En nee. Dan heb ik twee keer de Poreless Primer. En ik vind ze allebei niet fijn. Ik weet niet welke nieuwer is. Maar ik vind ze allebei niet fijn van Essence. Dus die doe ik weg. Allebei. En dan heb ik nog de Skin Loving Sensitive Primer Moisturizing and Nourishing. Die doe ik ook weg. Dan, ik heb nog wel primers van Essence over. Maar deze doe ik ook weg. Ik vind dit niet zo fijn. Wat ik nog meer weg doe. Is deze van Catrice. Dit is de Catrice Clean ID Pore Minimizer Primer. Deze vind ik niet zo goed als de gewone. Dus die doe ik ook weg. Dan heb ik nog de Smoother Plumping Primer Concentrate. Dat is een redelijk nieuwe. Is een wat kleiner tubetje van Catrice. Die vind ik wel fijn. Dan heb ik nog deze van Catrice. De Clean ID Pore Perfecting Primer. Die vind ik ook niet fijn. Die doet niks voor mij. Dus die doe ik ook weg. Dan heb ik van L'Oreal. De Too Match Highlight Liquid Glow Illuminate Prime Blend and Highlight. Dit gebruik ik als primer. Een beetje als zeg maar de Charlotte Tilbury look, weet je wel. Dat vind ik een fijn product, die hou ik. Die is wat roziger. En dan heb ik de Moncherie Eclat Medium Glow. Natural Glow Enhancer van L'Oreal. Die bewaar ik ook. Want die vind ik ook fijn. Het is ook een soort Charlotte Tilbury-achtig product. Dan heb ik van L'Oreal Age Perfect de Blurring Face Primer infused with caring serum in rosy. Dit is ja van de Age Perfect line. Die vind ik ook fijn. Die hou ik ook. Dan heb ik van Milani de Rose Primer Prep and Hydrate. Die bewaar ik ook. Dan heb ik ook van Milani de SPF BFF. SPF 30 Primer Broad Spectrum Sunscreen UVA en UVB Protection. Ja, dus vind ik ook een fijne primer. Dus die bewaar ik ook. En de laatste tube is de Revolution IRL Skin Filter Pore Blur Primer. Die bewaar ik ook. Vervolgens heb ik nog de Smashbox Primerizer. Dit is de oude versie nog. Dus die is echt al oud en die moet ik eigenlijk even opmaken. Dus die bewaar ik. En dit is mijn mini Hollywood Flawless Filter. In de kleur Too Fair van Charlotte Tilbury. En daartegenover staat natuurlijk de Elf Halo Glow Liquid Filter Glow Booster voor Radiant Skin. En dit is de kleur 2, denk ik. Ja, dat staat er dus niet meer op. Tint 2, ja. Tint 2, want toen ik hem kocht hadden ze tint 1 niet. Dus ik heb tint 2. Maar prima. Ja, uiteraard. Hartstikke favoriet. Gelijkwaardig daaraan is de Revolution Glow FX Ultra Glow Primer. Apply evenly after moisturizer using fingers to create a luminous glow. Dat is deze. Die bewaar ik ook. Ik hou wel van een glow eronderdoor. Dan heb ik nog de Revolution Super Dewy Skin Elixir.
Shake Before Use, dat is deze. Die hele super dewy line is heel fijn van Revolution. Vergelijkbaar daarmee is de Catrice de Glowifier Illuminating Primer. Volgens mij is die van de update, van twee updates geleden van Catrice. Die bewaar ik ook. Dan heb ik nog de Smashbox Halo Plumping Dew and Hyaluronic Acid Illuminating Moisturizer. Dit is ook zo'n product. En dit is ook fijn. En dit kun je gewoon als moisturizer en als primer gebruiken. Dat doe ik niet, maar dat zou kunnen. Dan heb ik de Maybelline Perfector 4-in-1 Glow Makeup. Primer, concealer, highlighter en BB cream. Nou, dat doet hij dus niet. Ik gebruik hem als een soort Charlotte Tilbury glow product onder mijn make-up. En als laatste heb ik dan, oh nee, nog één hierna. Van Rare Beauty, een mini. En wat is dit? Dit is de Illuminating Primer. Dit is ook een minietje. Heb ik nog niet zo vaak gebruikt, maar voor wat ik er nog van kan herinneren, is die prima. En ik heb een Revolution, een XX Revolution primer. Waarvan ik echt niet kan lezen wat hier staat. Hier. Ik kan echt niet lezen wat hier staat. Maar het is deze van Revolution. En ik heb hier ook een bijpassende foundation bij. Goed. Dan heb ik van Catrice. Zullen we het een beetje proberen op merk te doen voor, verder? Wat is dit? Oh, oh. Wat is dit? Ook. 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 Van Catrice heb ik de Anti-Redness Serum Primer. Dat is deze. Hartstikke fijn product. Van Clean ID Line is het. Ik ga hem opmaken, maar hij doet niks voor je roodheid. Hij is op de helft. Het voelt fijn op je gezicht. Het doet niet heel veel. Het moisturize een beetje. Het is een fijn... het is een soort serum. En zo voelt het ook echt als een serum primer. Het is een fijn product, maar het doet niks voor je roodheden. Dan heb ik de Clean ID, Catrice Clean ID Hyper Hydro Serum Primer. Dat is deze. Dat is een beetje een soort jelly-achtig product. Die is heel fijn. Deze is heel hydraterend als je dat zoekt. En dan heb ik de Catrice Villains Maleficent Face Primer. Dat is, die vond ik gewoon leuk vanwege de pareltjes en zo erin. Ik heb hem niet heel veel gebruikt, maar ja, ach. Ik hou wel van die jelly primers. Van die jelly primers heb ik ook die van de Huda. Dit heet een Water Jelly Hydrating Primer. En dat is ook precies wat hij doet. Het is een jelly hydrating primer. Ja, meer kan je er niet van zeggen. Ik hou ervan. Dus ja, die blijft. Dan heb ik ook een van Max Factor. Dat is de Miracle Pure Skin Illuminating Serum met vitamine C en niacinamide. En die heeft van die gouden balletjes erin. Ja, is ook een jelly product. Zoals jullie zien. Sorry, ik moet even wennen aan de camera. Aan de manier waarop die staat. Maar die blijft dus ook. Dan heb ik ook de Essence Fix and Last Makeup Gripping Jelly Primer. Hydrating and Refreshing. Dat is die zeker. En het is ook zo'n jelly ding, dus daarom blijft die. En dan heb ik de Hello Good Stuff Glow Serum Primer. Hydrating Smooth Base with Watermelon Water en Niacinamide. Dat is deze. Die is heel fijn voor de huid. Zeker als je een beetje gevoelige huid hebt. Heel verkoelend en inderdaad heel glowy. Dus die blijft ook. En dan heb ik deze. En dit is de Essence uit de Face Serum. Uit de Villains collectie. En dit is
de Evil Queen. En dat is een jelly primer met, ja, er zitten een soort rozige pareltjes in of zo. En het is ook zo'n jelly-achtig prutje. Dus die moet ik nog gaan gebruiken. Ik denk dat ik het wel al een keer gebruikt heb, maar ik weet serieus niet meer wat ik ervan vind. Dan heb ik de Revolution Super Dewy Hydrating Serum. Dit hoort bij de Super Dewy lijn. Of dit een... hoe heet dat? Een... skincare, sorry, zo, ik moest even op het woord komen. Een skincare of een iets anders is, weet ik niet. Maar ik gebruik het als primer. En daarvoor werkt het voor mij prima. Het doet wat het zegt dat het doet. Het is hydrating en het geeft een beetje glow aan je huid. Dus die is prima. Dan heb ik van XX Revolution de Glow Elixir. Dat is deze. En die moet je dan even schudden. En dan wordt hij een beetje zo wolkerig. Een beetje zo gemarbeld effect krijg je dan. Zie je? Ja, het doet ook wat het zegt. Het is hydrating. En het geeft een beetje glow. Dan heb ik de Revolution Pro Eternal Rose Hydra Rose Serum. Ja, dat weet ik niet. Die heb ik nog niet gebruikt. Maar het zag er zo schattig uit met die blaadjes erin. En ik vind dat leuk. En ik hou ervan. En ik ben er gevoelig voor. Dus die heb ik gekocht. Maar nog niet gebruikt. En als laatste primer heb ik dan de Revolution Pro Protect Soft Focus Primer SPF 50 Pro Age. Dit is een hele fijne primer. Deze beschermt goed. Beter dan die 11, moet ik zeggen. Die Wow Glow, heet die Wow Glow? Denk ik dat die Wow Glow heet. En dit is gewoon een fijn product onder je make-up. En de make-up houdt hier goed over. Alles brengt hier verder prima over aan. Dus dan doen we 1, 2, 3, 4, 5, 6 primers weg. Nee, 7 primers weg. Nou, op zich... Ik doe even zo. Oei. Hoi. Hoi. Op zich. Voor een niet declutter is dat prima. Ik hou nog steeds wel heel veel primers hoor. Willen we dat echt weten hoeveel dat er zijn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 45. Dat is natuurlijk gewoon veel te veel. Laten we eerlijk zijn, dat is natuurlijk gewoon veel te veel. Maar ik heb ze en ik ga ook niet alles weggooien of wegdoen of wat dan ook. Ik ga ze gewoon weer naar boven brengen en dan gaan we ze netjes weer opruimen morgen. Dat ga ik niet meer nu doen, want het is 9:30 's avonds. Dus daar heb ik nu geen zin meer in. De 11 primer heb ik wel gevonden, ertussen uiteindelijk. Dit heet de Wow Glow. Sun Touchable Wow Glow SPF 30. Dat is deze. Dit is ook een minietje daarvan. En ik, hij is prima. Hij voelt prima op de huid en zo. Maar ik ga ook hier geen full size van kopen. Dat is gewoon, ik zweet. Want het is hier warm in huis. En de deur is dicht. Want de honden zijn binnen. En het onweerde net. Ja, dat is het een beetje. Kijk, dit is een video van bijna 25 minuten. Hè? Als ik nu ook nog de hele basis had gedaan, dan komen we gewoon op video's van 40 minuten en zo. En laten we het een beetje behapbaar houden. Dat vind ik zelf ook fijn. Dit waren de primers.
Dit zijn alle primers die ik hou. Hiervan is de dop een beetje los. Ik weet ook niet waarom. Maar die blijft nooit erop. En dan ga ik dit opruimen. En dan komt volgende week de foundation en concealer. En ik denk dat ik dat wel in één keer ga doen. Omdat dat echt wel relatief meevalt. De concealers dan. Denk ik. Maar dat weet ik niet zeker. Maar dit zijn de primers die ik hou. Het mandje komt iedere keer terug. Omdat ik dan spullen naar beneden breng. En ik moet even mijn stoffen en blik opruimen. En dan zie ik jullie graag volgende week weer bij de volgende collectievideo. Want die klatter is het niet echt. Het is een collectievideo. Dankjewel voor het kijken. Fijne zondagavond. Maandagavond, dinsdagavond, woensdagavond. Wanneer je het kijkt. Voor mij is het zondag nu. Jullie zien dit donderdag. En vanaf nu dan de komende donderdagen iedere keer een collectievideo. Dus en zo gaan we door totdat ik alles heb gedaan. En als laatste video doe ik dan een soort vanity make-up tafel tour. Zodat je kan zien hoe ik alles bewaar en waar en hoe dat dan bij mij precies werkt. En ik denk dat het een video of 8 in totaal wordt. Dus we zijn er nog wel even mee bezig. Bedankt voor jullie verzoek. Vond ik heel leuk om te lezen. Heel leuk om dat te krijgen. Heel leuk als mensen toch reageren op je video's en op het werk wat je eraan hebt en zo. En dan zie ik jullie graag de volgende keer. Doei! Mwah.